En voor de dambreuk de weg naar zee worden er duurzame en betaalbare oplossingsmodellen bekeken. Om te komen tot de beste keus zal er ook gesproken worden met de bewoners van dat gebied. Minister Silvano Tjonahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu zegt dat bij het zoeken naar een oplossing er rekening gehouden moet worden met de financiële situatie van het land. Kijk, iedereen vraagt natuurlijk naar een dam en zegt van ja, we moeten een stevige, zeg maar, betonnen dam hebben. Maar we weten dat tegen de natuur ga je het eigenlijk op termijn, lange termijn, nooit winnen. Bovendien zitten we in een financiële crisis. Er zijn bepaalde oplossingen die we op dit moment ons niet kunnen permitteren. Wij zijn dus voorstander, vooral op weg naar zee zijn we meer voorstander van de oplossing die professor Naipaul, en dat is dus het beplanten met mangroven. Voor de time being, zeg maar, voorlopige oplossingen, een kleidam opwerpen en de mensen vooral veel voorlichten. Maar dat gaan we allemaal in dialoog doen en goed overleg met de mensen. De bewindsman haalt verder aan dat het ministerie hard werkt aan het opzetten van een nationale milieuautoriteit. Dit orgaan zal onder meer moeten optreden tegen veroorzakers van milieuschade. We hebben vele vormen van milieuschade waar we op dit moment niet zo goed kunnen ingrijpen. Vanwege het feit dat de wetgeving tekortschiet. De milieuraamwet die biedt nu wat handvatten. Een daarvan is de Nationale Milieuautoriteit. En dus we gaan met gezwinde spoed die autoriteit handen en voeten geven, zodat ze kunnen optreden tegen milieuovertreders en schadelijke stoffen. Er zijn ook veel buurten die klagen dat er activiteiten plaatsvinden in hun buurt waar ze last van hebben, uitduiken en spuitinrichtingen en dergelijke. En dat zijn dus een aantal zaken die we in de komende tijd zullen aanpakken. Waar dus nu de voorbereiding voor wordt gedaan. Aldus minister Silvano Tjonahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Het NIMOS zal opgenomen worden in deze milieuautoriteit. De bewindsman zegt dat het nog even zal duren voordat deze autoriteit operationeel wordt.